lieve mensen, ik bedacht mij wat. Ik herinnerde mij wat. Ik realiseerde mij wat. Volgens mij hebben wij samen helemaal geen luisterexamen gedaan. Dat gaat vandaag veranderen. Laten wij even oefenen voor het luisterexamen. Voor de inburgering. En zoals altijd doen wij deze oefening op de website van Duo oefenexamensduo.nl. Deze website uit Zuid. Deze website uit 1983. Ja, het is geen mooie website, maar wij moeten het ermee doen vandaag. Laten we gewoon beginnen met de eerste vraag. Er zijn 25 vragen. Amiel werkt in een garage als monteur. Hij heeft een gesprek met zijn chef. Met welke auto moet Amiel vandaag beginnen? Oké, dus de vraag is, met welke auto moet Amiel vandaag beginnen? Hey Amiel, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Goedemorgen. We hebben veel te doen vandaag. Er zijn 3 auto's die gerepareerd moeten worden. De zwarte auto met een kapotte accu vooraan is als eerste gebracht. Moet ik daarmee beginnen? Nee. Ik wil dat je begint met de witte auto. De koplamp links vooraan doet het niet meer. De eigenaar van de witte auto heeft een enorme haast en komt de auto over 2 uur alweer ophalen. Als laatste mag je de blauwe auto doen. Die wordt morgen pas opgehaald. De deuren zijn het probleem. Die gaan niet meer open. Ik denk dat we de sleutel moeten controleren. Oké, ik stop hem hier even. Het is een lange video. De witte auto eerst. Hij vraagt, moet ik de zwarte auto als eerste repareren? Want die is als eerste binnengekomen. Maar zijn baas zegt, nee, de witte. De volgende vraag. Meestal zijn er meerdere vragen over 1 filmpje of over 1 stukje audio. De volgende vraag is, waarom staat de blauwe auto in de garage? Er zijn 3 auto's die gerepareerd moeten worden. De zwarte auto met een kapotte accu vooraan is als eerste gebracht. Moet ik daarmee beginnen? Nee, ik wil dat je begint met de witte auto. De koplamp links vooraan doet het niet meer. Oké, nu weten we het antwoord eigenlijk al, want de accu is kapot, is de zwarte auto. De witte auto heeft een kapotte koplamp, dus een lamp is kapot, een lamp is stuk. Dus het moet wel het probleem met de deuren zijn. Nieuw filmpje, nieuwe audio. Sophia heeft een nieuwe baan en iemand belt voor de directeur. Sophia heeft een nieuwe baan. Lees eerst de vraag. Dat heb ik gedaan. Nou, je eerste dag. Een belangrijke regel is dat de telefoon altijd voorgaat. Dus ook al ben je nog zo druk, maakt niet uit, je neemt hem altijd op. Als iemand de directeur wil spreken, dan verbind je niet meteen door. Je kijkt dan eerst in zijn agenda. Ook vraag je waar het over gaat. Oké, eerst in de agenda kijken, dat is duidelijk. Volgende. Sophia heeft een nieuwe baan. Herhaling, herhaling. Ze herhalen hetzelfde veel. Dat kun je doorspoelen. Je eerste dag. Als er iemand belt voor de afdeling inkoop, die kun je dan meteen doorverbinden. Je toetst dan de 4. Oké, inkoop 4. Simpel. Simpel, ja, simpel voor mij. Maar goed. Volgende. Nog steeds dezelfde video. Eveline heeft pauze en Sophia neemt haar telefoon op. Wat moet ze dan doen? Doorgeven wanneer Eveline terug is. Doorverbinden met de directeur. Dat denk ik niet. De naam en het nummer opschrijven. Of vragen waar het over gaat. Waar het over gaat. Wat het onderwerp van het belletje. Het gesprek is. En ik spoel hem een beetje door. Want dit hebben we al 2 keer gehoord. Sophia. Als Eveline pauze heeft. Dan moet je ook voor haar de telefoon doen. Opnemen en zo. Dan schrijf je de naam op van de beller en dan zeg je dat Evelien terugbelt. Vergeet ook niet het telefoonnummer. Dit doen ze dus soms. Evelien? Dan geven zij 1 deel van het antwoord eerst en dan een ander deel van het antwoord.
Wat ze ook vaak doen, is het dan in net andere woorden zeggen. Ze zegt niet meteen de naam en het nummer opschrijven. Ze zegt later, oh, vergeet ook niet het nummer op te schrijven. Nieuw filmpje. En hoe weet je dat er een nieuw filmpje komt? Dat staat ook hierboven. Hè? Dit is tekst 3. Daarover zijn 2 vragen. Anne en Fatima zijn vriendinnen. Fatima belt Anne op. Lees eerste vraag. Ja, waarom belt Fatima naar Anne? Is dat A, ze wil Anne om hulp vragen. B, ze wil vertellen dat ze buikpijn heeft. Of C, ze wil weten hoe het met Anne is. Met Anne. Hallo, met Fatima. Hoi, hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed. Nou ja, eigenlijk niet helemaal. Ik heb vaak buikpijn. Daarom heb ik een afspraak met de dokter gemaakt. Maar nu heb ik een probleem. Mijn afspraak is morgen om 3:15. Maar om 3:00 moet ik mijn zoon van school ophalen. Ik dacht, ik bel jou. Ben jij morgen misschien thuis? Even kijken. Ja, ja hoor. En ik wil je zoon morgen wel ophalen. Dan gaat hij met mij mee naar huis. En dan heb jij tijd om naar de dokter te gaan. Dan ga ik gezellig met je zoon thee drinken. Oh, dat vind ik heel fijn. Oké, en pas dus ook hierop. Wat is hier het moeilijke of de valkuil? Dat is, ja, ze vertelt dat ze buikpijn heeft. Maar de vraag is, waarom belt ze? Dat is niet omdat ze buikpijn heeft. Ze vraagt ook hoe het met Anne is, maar dat is ook niet de reden. Ze wil Anne om hulp vragen. En ze vraagt dus nergens, wil jij mij helpen? Daarom moet jij goed luisteren. Ze wil om hulp vragen, want ze vraagt, ze zegt, ik heb een probleem. Dit en dit is mijn probleem. Dat is de reden waarom ze belt. Oké, nog één vraag hierover. Wat wil Anne voor Fatima doen? De zoon van Fatima van school halen. In het huis van Fatima op haar zoon wachten. Samen met Fatima naar de dokter gaan. We luisteren nog één keer dat stukje. Mijn afspraak is morgen om 3:15. Maar om 3:00 moet ik mijn zoon van school ophalen. Ik dacht, ik bel jou. Ben jij morgen misschien thuis? Even kijken. Ja, ja hoor. En ik wil je zoon morgen wel ophalen. Ik wil je zoon morgen wel ophalen. Dus van school halen. Ja, ophalen van school. De zoon zit op school, dus ze moet hem van school ophalen. Pas op, hè. Ze zeggen het dus weer een beetje anders dan het in de vraag staat. Oké, Julia doet een koksopleiding en haar medecursisten Mira en Chris praten over de examens. Hoeveel examens heeft Julia? Wordt een drukke tijd, hè, met al die examens. 5 in totaal. Ja. Volgende week hebben we alleen al 3 examens. En de week daarna 2. Ik weet echt niet hoe ik dat allemaal moet leren. Nou, weet je, zorg dat je eerst een goede planning maakt. Dat helpt voor mij altijd heel goed. Ja, dat is misschien wel handig, ja. En als ik je dan nog een tip mag geven, dan ga gewoon leren in de bus en in de trein. Ik bedoel, die tijd ben je toch aan het wachten. Dan kan je heel veel extra doen. Vooral als je zo vaak vertraging hebt. Ja. Dat is een goeie, zeg. Dat ga ik doen. Oké, nog een keer. Sorry. Wordt een drukke tijd, hè, met al die examens. 5 in totaal. Ja. Volgende week hebben we alleen al 3 examens. Ja, dus in totaal 5, maar alleen volgende week al 3. Dus niet 5, niet 2, maar 3. Oké, de volgende vraag gaat ook over deze video. Julia luistert naar het gesprek. Welke tip geeft Chris als eerste aan Mira? Dus tip nummer 1. Wat was tip nummer 1? Ik weet echt niet hoe ik dat allemaal moet leren. Komt-ie? Nou, weet je, zorg dat je eerst een goede planning maakt. Zorg dat je eerst een goede planning maakt. Dat is de eerste tip die hij geeft. Volgende vraag. Wat zegt Chris over vertraging? Dan heb je extra tijd om te leren. Dan heb je minder tijd om te leren. Dat je vaker vertraging hebt met de bus. Dat je vaker vertraging hebt met de trein. Dit was een tip over leren. Julia, dus... doet
Ik weet het antwoord wel. Kun jij het ook al raden? Het antwoord zit ergens hier. In de trein. Ik bedoel, die tijd ben je toch aan het wachten. Dan kan je heel veel extra doen. Dan kun je heel veel extra doen. Vooral als je zo vaak vertraging hebt. Vooral als je zo vaak vertraging hebt. Dat is... Als jij vertraging hebt, dan heb jij meer tijd om te leren. En hier ook meer tijd noemen zij extra tijd. Dat is om het een beetje moeilijker te maken voor jou. Nieuwe tekst. Zaira kijkt naar het journaal op televisie. Wat was er bijzonder, wat was er speciaal aan deze dag op Schiphol? Het was de drukste dag van de zomer. Het was de drukste dag van het jaar. Het was de drukste dag van de afgelopen 2 jaar. Of het was de drukste dag ooit in de geschiedenis van Schiphol. Dan was het de drukste dag van het jaar op Schiphol Airport. Het was de drukste dag van het jaar. En wat proberen ze hier te doen om jou een beetje te laten twijfelen? Ze zeggen niet van het jaar, van het hele jaar. Hetzelfde. Waar hadden de reizigers het meeste last van? De drukte bij de paspoortcontrole, in de rij voor het inchecken of op de parkeerplaats? Gisteren was het de drukste dag van het jaar op Schiphol Airport. Er waren 1300 vluchten. Er waren ruim 170.000 passagiers op Schiphol tegenover 180.000 op de drukste dag vorige zomer. Schiphol heeft extra personeel ingezet. Daarom waren de rijen voor het inchecken niet langer dan normaal. Ook de rij bij de paspoortcontrole was niet langer. Alleen op de parkeerplaats was het lastig om een plek te vinden. Ja, de rest niet alleen op de parkeerplaats. Dus pas op, zij zegt wel inchecken, paspoortcontrole, maar daar was geen probleem, niet langer dan normaal. Maar waarom kregen de reizigers op Schiphol gratis ijs? Dus de opties zijn, omdat het zo'n warme dag was, omdat Ola 20 jaar bestond en Ola is niet een Poolse naam voor Alexandra. Het is maar het is ook een ijsmerk, de naam van een ijsmerk, omdat ze zo lang moesten wachten. Alleen op de parkeerplaats was het lastig om een plek te vinden. Alle reizigers kregen gisteren wel gratis ijs. Ijsfabrikant Ola bestond 20 jaar en trakteerde. Een hele fijne tractatie. Dat was het. Oké, weer 3 vragen voor tekst nummer 6. Erin is met zijn vriend Mark bij de gemeente. Waarom is Mark bij de gemeente? Hij is zijn legitimatiebewijs kwijt. Hij gaat binnenkort trouwen. Hij wil een geboorte aangeven. Oké, waarschijnlijk geven ze jou weer een paar andere woorden dan hier staan in de tekst. Dus denk alvast even. Een legitimatiebewijs kan ook zijn een paspoort of een ID-kaart. Misschien zeggen ze dat. Hij gaat binnenkort trouwen. Binnenkort betekent snel. Hij wil een geboorte aangeven. Dan praat hij misschien over een zoon of een dochter, een baby die hij heeft gekregen. Kan ik u helpen? Ik heb een zoon gekregen. Gisteren. Gefeliciteerd. U wilt dus aangifte doen van de geboorte. Mag ik uw legitimatie? Volgende vraag. Oké. Okay. Oh, wat ben ik goed. Wanneer kan Mark terugkomen bij de gemeente? Vanmiddag, morgenochtend of over 3 dagen? Bij veel van dit soort vragen zeggen ze eerst de verkeerde dag en dan pas de goede dag. Ook om het jou niet te makkelijk te maken. Ik heb een zoon gekregen. Gisteren. Gefeliciteerd. U wilt dus aangifte doen van de geboorte. Mag ik uw legitimatiebewijs? Nee, vergeten. Ach, kan gebeuren. U kunt tot 2 dagen na de geboorte aangifte doen. Dus het mag morgen ook nog. Want vanmiddag zijn we gesloten. Bent u getrouwd? Ja. Oké. Okay. Nu gaan ze praten over trouwen, dus dit is over. Dus hij kan ook morgenochtend komen. Hij kan ook morgenmiddag komen, maar jij moet kiezen uit vanmiddag. Dat kan niet, dan zijn ze gesloten. Over 3 dagen, dat is te laat. Dus het enige mogelijke antwoord is morgenochtend. En ze zeggen morgen, ze geven jou morgenochtend weer om jouw leven iets moeilijker te maken. Mark wil de volgende keer niet zo lang wachten. Wat kan hij dan het beste doen?
een afspraak maken aan de balie, een afspraak maken via internet, voor 12 uur naar de gemeente gaan of na 12 uur naar de gemeente gaan. Bent u getrouwd? Ja. Dan moet u ook het trouwboekje meenemen. Morgen zijn we tot 12 uur open. U kunt op internet een afspraak maken, dan hoeft u niet zo lang te wachten. Kan dat niet meteen hier aan de balie? Helaas. We hebben het antwoord al. Via internet, dat is het. Oké. Nummer 7, Julio volgt een cursus Nederlands en hij hoort een omroepbericht. Hij wil de cursus Nederlands 3 volgen. Hoeveel plaatsen zijn er nog? 1, 2, 3, geen. De cursus is vol. En wij hebben 2 vragen over deze tekst. Informatie over nieuwe cursussen. Volgende week starten de nieuwe cursussen. De cursus Nederlands 3 zit bijna vol. Er zijn nog 2 plaatsen. Komt u om 1 uur naar lokaal 5. En Julio wil de cursus volgen. Waar kan hij zich aanmelden? In lokaal 1, 2, 5 of 15? Waarschijnlijk 5 of 15, want deze lijken op elkaar. En zo proberen ze het moeilijk te maken voor je, denk ik. Maar ik heb deze nog niet gedaan. Laten wij kijken hoe goed ik ben. Er zijn nog 2 plaatsen. Komt u om 1 uur naar lokaal 15 als u deze cursus wilt volgen. Voor Nederlands 2 maken we een nieuwe groep. Daar zijn nog voldoende plaatsen. U kunt zich hiervoor inschrijven om 13:30 in lokaal 5. Einde bericht. Ja, zij praten ook over cursus nummer 2 in lokaal 5. Dat is ook weer om het jou moeilijker te maken, maar wij hebben het goede antwoord al, lokaal 15. Tekst 8, weer 2 vragen. Mevrouw Hakimi heeft een gesprek met haar huisarts. Waarom is mevrouw Hakimi bij de huisarts? Haar huid wordt rood. Haar knie doet pijn als ze lang staat. Ze moet heel veel hoesten. Oké. Goedemiddag, dokter Van Lennep. Goedemiddag, mevrouw Hakimi. Gaat u zitten? Zo. Hoe gaat het met uw dochter? Goed. Met haar keel gaat het veel beter. Ze hoest niet meer zoveel. Dat is fijn om te horen. Maar u komt vast voor iets anders. Dat klopt. Ik kom voor mezelf. Ik heb veel last van mijn knie en daar word ik zo moe van. En vooral wanneer u staat of wanneer u zit? Ja, of ze staat of zit maakt voor deze vraag niet uit. Wie heeft last van hoesten? Haar dochter, niet zij. Zij heeft last van haar knie. Dokter, mijn knie doet zoveel pijn. Vooral als ik sta, duo. Je weet mij te vinden. Jij mag mij inhuren als acteur. Ik wil best Hakima spelen in jullie volgende video. Ik heb ook altijd pijn in mijn knie. Vooral als ik lang naar jullie video's kijk. Dan krijg ik overal een beetje pijn. Hoe vaak moet mevrouw Hakimi de zalf smeren? Oké, dat hoort ze van de apotheek de hele dag door, 1 keer per dag. Ik werk in een winkel, ziet u? En daar moet ik veel staan. En daar is het ook erg warm. Ik heb daar wel wat voor. Misschien moet u eens een zalf proberen. Als u die erop smeert, dan kan de huid wat rood worden, maar dat hoort zo. Ik maak gelijk een recept voor u. En gaat de pijn ook weg van die zalf? Ik verwacht van wel, ja. Het recept gaat via de computer naar de apotheek. En daar maken ze de zalf voor u. U kunt hem direct ophalen als u dat wilt. En hoe vaak moet ik die zalf op mijn knie smeren? Meerdere keren per dag. Maar dat zullen ze bij de apotheek allemaal uitleggen. Oké, dank u wel. Prima. Oké, hij zegt niet 1 keer per dag. Hij zegt niet de hele dag. Hoe vaak dag moet mevrouw Hakimi de zalf... Onderbreek de docent niet. Hij zegt ook niet de hele dag door, dat is constant, non-stop. Hij zegt dat zullen ze bij de apotheek vertellen. Dat is het belangrijkste hier. Tekst 9, vraag 21, fobia. Fabio is met zijn vriendin Sabine bij de bank. Waarom moest Sabine een nieuwe pinpas aanvragen? Ze is haar oude pas kwijt, haar oude pas is gestolen, haar oude pas is niet meer geldig.
Laten we even luisteren. Goedemiddag. Ah. Als u. Ik heb een probleem. Ik heb geen pinpas meer. Wat is er met uw pinpas gebeurd? Is hij gestolen? Ah, dit is de meneer die net een baby heeft gekregen. Een zoon. Maar daar is geen vraag over hier. Geldig? Nee, ik ben hem kwijt. Oh, wanneer is dat gebeurd? Gisteren ging ik Bob... Ze is haar pas kwijt. Dit is een heel direct antwoord. Dus we gaan door. Hier zijn drie vragen. Dan is de eerste vraag meestal wat makkelijker. Sinds wanneer heeft Sabine geen pinpas meer? Sinds de dag voor gisteren? Wat is de dag voor gisteren? Misschien is dit het antwoord, want dit is een beetje een vreemde manier om dit te zeggen in het Nederlands. Weet jij wat het normale antwoord is? Eergisteren. Wij zeggen niet de dag voor gisteren. De andere opties zijn sinds gisteren en sinds vandaag. Maar mijn logica zegt, mijn instinct, mijn docenteninstinct zegt dat het A gaat zijn. Wat is er met uw pinpas gebeurd? Is hij gestolen of niet meer geldig? Nee, ik ben hem kwijt. Oh, wanneer is dat gebeurd? Gisteren ging ik boodschappen doen, maar toen was hij weg. Ik denk dus de dag voor gisteren. Gisteren ging zij boodschappen doen, dus toen zag zij dat zij geen pinpas had. En zij zegt sinds de dag voor gisteren. Dat is niet een hele normale manier om te praten in het Nederlands. Maar als Duo zegt dat dit juist is, dan is het zeker juist. En wat moet Sabine nu doen? Een nieuwe pas aanvragen, geld opnemen, met welke pas? Haar pas blokkeren of niets, alles is al geregeld. Goedemiddag. Wacht even, maar waarom gaat deze tekst over Fabio? Fabio heeft nog niets gedaan en nog niets gezegd. Fabio is een beetje nutteloos in deze vraag, maar misschien komt het nog, misschien heb ik het mis. Maar ik kon pas vandaag hierheen komen. Oké, heeft u uw pinpas al geblokkeerd? Dan krijgt u per post een nieuwe. Ja, heb ik gedaan. Goed, dan is alles geregeld. Alles is geregeld. Kijk, het staat gewoon hier. Alles is geregeld. Zij heeft haar pas zelf al geblokkeerd. Dus er komt een nieuwe pinpas aan in de post. Zij hoeft niets meer te doen. Volgende. Oleg luistert... Oh, nu hebben we wel een Poolse naam. Oleg luistert naar het journaal op de radio. Welke verzekeraar verhoogt de prijzen het meest? En we hebben vier verzekeraars. CZ, VGZ, Zilveren Kruis en Menzis. Dus de vraag is, welke verzekeraar verhoogt de prijzen, hoger maken, hè, verhogen, het meest? Nummer 1. Goedemiddag. Dit is het journaal van 1 uur. De basiszorgverzekering wordt duurder in Nederland. Inwoners gaan ongeveer €150 per persoon meer betalen per jaar. Dat is berekend met gegevens van de vier grootste zorgverzekeraars CZ, Zilveren Kruis, Menzis en VGZ. CZ verhoogt de prijzen het meest. Heel duidelijk antwoord weer. Hij zegt CZ verhoogt de prijzen het meest. Heel direct. Oleg heeft een basisverzekering bij Menzis. Hoeveel moet hij daarvoor gaan betalen? Hoeveel meer moet hij daarvoor gaan betalen? 1, 6, 11 of 50%. Dat is berekend met gegevens van de vier grootste zorgverzekeraars CZ, Zilveren Kruis, Menzis en VGZ. CZ verhoogt de prijzen het meest met 11% en Menzis het minst met 6%. Sommige aanvullende verzekeringen stijgen zelfs wel met 50%. Bij de vier grote zorgverzekeraars wordt deze verzekering €200 duurder per jaar. Dat is meer dan vorig jaar. We horen ook 50%, maar dat gaat niet over Menzis. Bij Menzis moet hij 6% meer betalen. Dus nu komt het moment dat ik ga kijken of ik geslaagd ben. We gaan afsluiten. Stoppen. Ik ben de inburgeringskampioen. Ik mag in Nederland blijven. Was dit moeilijk? Was dit makkelijk?
Heb jij vragen? Heb jij andere antwoorden gegeven? Begrijp jij niet waarom iets niet goed was dat jij zei? Ik hoop in ieder geval dat deze video jou helpt bij het examen. Als jij meer video's over het inburgeringsexamen wilt zien, schrijf het in de comments. Volg mij ook en like de video, dat helpt. Dan zie ik jou in de volgende video. Doei!